Ja, de opname is gestart. Dit is nieuwsuitzending. Dit is of 91 of 92. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik als kunstenaar, als technicus, neem daar even mijn vrijheid voor. Ik ben... Vanmorgen, toen ik wakker werd, ik was een tijdje wakker, heb ik een uitzending gekeken van Mira, van Talk to Mira. Dit is haar YouTube-kanaal. En dat moet je zo zoeken. Het is echt heel makkelijk te vinden als je gewoon Talk, je weet wel van Talk, dus Engels, van de praat. En dan 2 is dan to. En dan Mira met een Y. Dus Talk to Mira. En Mira, die ken ik echt al een paar jaar hoor. En die heb ik ook persoonlijk ontmoet. En veel met haar getelefoneerd. Uitzendingen met haar gedaan. En dat was hartstikke leuk. We moesten wel zelf heel lachen. Het lukte ons echt wel hoor. Het was toen wel een leuk concept. En dat ik... Gewoon kranten, ik zit altijd in de kroeg, degenen die mij wat beter kennen, die weten dat wel. Maar in de kroeg mag je gratis de krant lezen. En ik had een deal bij mijn stamkroeg, want ik wist dat op dinsdag deden ze altijd alle kranten, die gingen in een kartonnen doos. En die gingen mee, iemand die bracht dat dan weg. Dus op dinsdag ging ik altijd een keertje extra naar de kroeg. Nou, ik vind dat helemaal niet erg. En dan zet ik die kartonnen doos, die zet ik gewoon op tafel. En dan ging ik door al die kranten heen. En dan joepte ik gewoon uit wat ik eruit wilde hebben. En dat spaarde ik. En zo heb ik met Mira heb ik nog een show gedaan. Met een krant die een half jaar oud was. Daar kan je lachen, jongen. Er stond toen dat citaat in. Van die president van Cyprus, die zei... Ja, we gaan alles terugbetalen. Heel Griekenland. Oh, wat konden we daarom lachen. Ja, dat waren hartstikke leuke tijden. Ik vond dat leuk, laat ik het zo zeggen. En ik heb niet het idee dat Mira dat vervelend heeft gevonden. Het is alleen, ze is wel gekapt. Ze heeft er genoeg van. En dat heeft ze vanmorgen meegedeeld. Ze heeft 2 filmpjes gemaakt... Die kan je als je ze echt even zelf wil controleerderen. Dit is afscheid 1 en dit is afscheid 2. Ik heb ze allebei bekeken, dat kan je hier zien. Een beetje groter maken misschien. Want hier gaat het over. Vind ik helemaal niet leuk eigenlijk. Fok, hier gaat het mis. Hoppa, dit wou ik niet. Nou, dit is een afscheid 1, afscheid 2. Een beetje leuk plaatje, maar... Even terug, hoor. Kijken of het lukt. Oh, geluid uit. Want daar gaat het niet om. Ja. Wat Mira... Hoe moet ik het nou netjes zeggen? Moet je nou zeggen de nek heeft gebroken of zo? Of de moed heeft doen opgeven? Of dat ze dacht, ik ben toe... Aan een nieuwe uitdaging. Maar dat heeft een reden. En wat ik geenszins accepteer. Is dat er ook maar iemand. Naar aanleiding van. Dat wat ik nu zeg. Ook maar een jota. Nog tegen Mira. Doet. Dat zal ik echt niet pikken. Want net als Mira. Ben ik het ook superbeu. We zijn verschillend van cultuur, religieuze achtergrond of zo. Dat is allemaal wel best. Dus zij heeft haar leven en woont in Amsterdam. Ja, daar wil ik nog niet doodgevonden worden. Ja, dat is niet waar hoor. Maar ik woon lekker in Arnhem. Een beetje lekker, een beetje buitenlucht. En niet al die trams met die tingelingeling. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. Ik weet hoe Amsterdam eruit ziet. Nou, zij woont daar en ik woon hier. En zij heeft 2 kinderen en ik maar 1. We zijn gewoon 2 verschillende mensen. En wij zijn precies hetzelfde. Ik heb wel eens Mira dingen horen zeggen dat ik denk van... Mwah, daar moet ik nog even over nadenken.
ik heb met haar nooit een conflict gehad, hoor. Het is wel gebeurd dat ik... Het is gewoon echt gebeurd dat ik iets heb gezegd over Mira. En dat Mira helemaal jalapeno-peper ging of zo. Maar dat komt omdat ze gewoon in hoge mate geïrriteerd is. En waarom niet? Ik heb die commentaren ook gelezen. Dus ik doe dit. Ik maak gebruik van het feit dat Mira dus vanmorgen afscheid heeft genomen. Die heeft de pijp aan Maarten gegeven. En ze had al gezegd van jongens, ik heb jullie april dit jaar al gewaarschuwd dat het einde eraan zat te komen, want ik ben een superbeu. Nou, gisteravond heeft ze dan, maar dat mag je maar zelf gaan beluisteren, is er weer wat fout gegaan. Weer allemaal idioterie. En wat moet zo'n wijfie dan, op zijn Amsterdams gezegd? Een beetje medelijden hebben met wat ze gedaan heeft. Ik heb heel veel naar haar shows geluisterd en ja, ik hoorde ook van bepaalde mensen die ze aan het interviewen was, dat ik dacht van, nou, misschien ben je nu iets te goed van vertrouwen. En ja, ik vind het terug. En hiermee wil ik eens even, ja, het onderwerp Mira even laten rusten. En nu ga ik even op mijn eigen, daar ben ik toch al de hele tijd over bezig, want over Mira spreek ik uitsluitend positief. Dat doe ik trouwens ook over Micha Kat. En ook over Martin Vrijland. En ook over al die anderen. Want ik denk niet dat het veel zin heeft om stil te staan bij het feit dat bijvoorbeeld Micha, die heeft een heel apart idee over hoofdlettergebruik. Niet nodig. En de pedograaf, ja, dat is een grap, die is eventjes leuk. Hè? Om er nou op te blijven hameren. Maar dat zijn uitdagingen voor Micha. Kan hij aan werken? En ik geloof ook echt dat Micha mag met mij lekker door. Maar over de alternatieve media. Ja, ik ben begonnen met internet gebeuren in 1993 ongeveer. Het was eind jaren 80 dat wij vanuit Apple Computer, kregen wij de Nederlandse programmeurs in de haren gewreven dat alles TCP/IP zou worden. Dat was ergens in 88 of zoiets. 90. En toen ben ik begonnen met TCP/IP. En toen zijn we dus afscheid gaan nemen van AppleTalk. Daar kwam het op neer. Want daarvoor was het allemaal AppleTalk. En dat is toen gekild. Door Apple. Ja, toen begon voor mij dus dat internet gebeuren. En ik kreeg al ras in de gaten dat een enorme potentie had. En dat je kon publiceren. Daarvoor, dus als je voor die tijd wilde publiceren, dan moet je een krant gaan drukken of een boek laten drukken of je moet gaan stencilen. Dat is allemaal hartstikke veel werk. En op het internet, ja, klats, je zet het erop. Opent een scala aan mogelijkheden voor ons. Nou, het duurde vanaf dat moment nog ongeveer tot 2003, 2004 of zo. En toen brak het internet echt op consumentenniveau door. En iedereen had wel een internetverbinding. Of kende iemand met een internetverbinding. Dus dat ging, ja, toen dacht ik echt van, oké, nu gaat het komen. Want ik had ook wel in de gaten dat wat in de krant staat, dat is, daar zit een agenda achter. De Telegraaf, die was dan altijd rechts. En de Volkskrant, die was altijd links. Maar op een gegeven moment kijk je daar doorheen. En denk je, ja, dit is gewoon een bericht van AP. Of ANP. Of je hebt EP, ANP, je hebt Reuters. Maar nu zijn wij aan het woord. Dus nu komt er een betere wereld.
Nou, daar heb ik mij lelijk in vergist. Want wat ik tot nu toe heb gezien, is dat inderdaad een aantal websites, zoals die van Klokkenluider, Klokkenluider Online of Klokkenluider.is, wat het eerst, of zo, toch? Had hij in IJsland? Was het domein gekaapt of zo? Ja, en nu heeft dus Micha Kat heeft ruzie met Erik Donk. Nou, Micha Kat heeft ook ruzie met Mira. En volgens mij is dat niet de schuld van Mira. Maar ik wil in deze kwestie geen rechter spelen. Het is gewoon mijn persoonlijke mening. Ik vind gewoon dat ze gewoon geen ruzie moeten hebben. En ik denk dat Mira niet in staat is om van haar kant de ruzie op te lossen. Ja, dus ik heb dat een keer gehad, dat ik een aantal kleine kinderen over de vloer. Dat was die mooie tijd dat mijn dochter nog 5 was of zo. Zo'n lekker simpel leven als vader heb je dan. Hè? Want je kind die snapt helemaal niks. Tegenwoordig is ze coming up 17. Ja, nu is het echt een dame. Nu kan ik haar niet meer voor de gek houden en zo. En ze was toen nog lekker klein. En ik had 2 kinderen. Ik had er iets van. 3 waren er. 3 kinderen. Waren er 4 kinderen. Mijn dochter. Een ander jongetje. Een babytje. En een iets groter jongetje. En die baby die zat in een reiswieg. En dat andere jongetje, wat ook op bezoek was, die pakte een stuk plastic van die baby, zo'n kubus met van die letters erop of zo. En die dacht van, kom, ik ga even kijken of ik het hoofd van die baby kan raken. En die baby die zat gewoon lekker in zijn reiswieg, zo een beetje in de rondte te kijken van, ik ben baby en ik snap nergens wat van. En hij haalt dus uit en hij mikt dat ding perfect op het hoofd van die baby. Maar aan de andere kant, dat was ook niet zo moeilijk, want hij hing gewoon over die reiswieg heen. Nou, toen hadden die 2 dus ruzie. En toen heb ik tegen die baby heb ik niks gezegd, want zijn moeder was er gelijk bij. En die zei, kom maar even hier. En toen heb ik tegen die jongen gezegd, die dat stuk plastic tegen dat hoofd aanmepte, van, ga jij eens even sorry zeggen. Ja, en die jongen die keek me heel verschrikt aan. En dan heb ik nog 2 zinnen geuit. En toen is meneer sorry gaan zeggen. Dus als er 2 mensen ruzie hebben, dan wil dat niet zeggen dat er 2 mensen schuld hebben. Maar Klokkenluider Online, ik kijk er nog wel regelmatig. Hij is momenteel uit de lucht dort. Ik kan het even laten zien. Ik vind het heel vreemd wat er gebeurd is. Is dat wel een goeie? Nee, revolutionair online. Hier. Is dit. Dit is het enige wat ik zie. Dus wat er nou gebeurd is. Maar je kan rustig stellen dat de website van Micha Kat. Ja. En wat ik ook niet begrijp. Ik begrijp dat gewoon niet. Dat is niet negatief naar Micha Kat toe. Maar ik begrijp niet waarom die steeds weer van domeinnaam verandert. Waarom is dat nodig? Het was toch klokkenluideronline.nl of zo? Maar nou weer revolutionaironline.com. Ik snap dat niet echt goed. En dan heb je natuurlijk Martin Vrijland. Kan vinden. Dat is deze. Deze bezoek ik altijd. Ik vind Martin een hele vriendelijke vent. Zonder meer. Ik vind zijn schrijfstijl is. Ja, ik zou het zelf iets korter houden. Dat is alleen maar een verbeterpuntje. Hij zet de dingen netjes op een rijtje. Vat het mooi samen. En nogmaals,
ik heb hem persoonlijk ontmoet. Het is een aardige kerel. Vond ik van Micha Kat ook hoor, trouwens. Ik vind het gewoon ontzettend jammer dat... Micha Kat heeft een hijzaam en Mira. En die zit allemaal lelijke dingen te zeggen. Maar over Martin Vrijland heeft Micha Kat zich ook... met bepaalde woorden uitgelaten. Hij heeft Martin Vrijland uitgemaakt voor een psychopaat. En dan ging hij ook nog beargumenteren waarom dat waar was. Terwijl Micha Kat helemaal geen psychiater is. Dat vind ik jammer. Ik had het liever heel anders gezien. Heb je ook deze nog? Die zit op WordPress, toch? Is het dan deze? Oké, dit ding. Ja, deze is het. Ja, dit is hem. Deze persoon... Die is ook bij Mira geweest, volgens mij. Ja, dit is het dan. De laatste post die was in 2014. Ga maar even inzoomen. Nou, dat was het dan. En, fokkie die fok. Nee, dat maakt niet uit. Maar even kijken of ik nog terug kan. Hoor. Kom nog zo. Ja, het gaat wel. Ja. 2014. We zitten nu in 2016. En dat is ook allemaal weer niet leuk. Dat is ook allemaal... Ik hoor allemaal van die rare dingen. Laat ik het zo maar zeggen. Dan heb je ook nog deze site. En die schijnt er ook mee gekapt te zijn. Valt het nou weer mee? Even kijken hoor. Want wanneer is deze post? Even, geef me even de tijd. En dit is dan... Oh, meer dat wil ik ook niet. Ik ben het hele artikel. Kom op. Het Hollands, het Haags complot. Oké, hij is nog wel actief, zie ik. Wat ik graag zou willen zien, hè. Want ik vind dat iemand als Micha Kat, hij kan wel degelijk schrijven. Dat kan hij echt wel. En ik ben van mening dat als Micha Kat een beetje iemand zoals ik heb. En dat ik kan zeggen van nou dit misschien wel en dat misschien niet. Maar Micha Kat kan wel degelijk Nederlands. Hij moet alleen niet de hele tijd over de pedograaf en de dikke dot en zo. Het gaat meer om feiten. Je moet feiten verzamelen. En van Micha Kat krijg ik... Ja, die levert wel feiten. Hij levert wel degelijk feiten. Maar het mag iets meer feitelijker. En wat mooi zou zijn in mijn ogen... Is dat het allemaal een beetje weer samenkomt. Dus het liefste zou ik gewoon... de webmaster van Nederland willen zijn. En dan krijgt Martin Vrijland... die krijgt een account. En... Micha Kat krijgt een account en de man die hier achter zit krijgt een account en Mira krijgt een account, iedereen krijgt gewoon een account. En ik wil redacteurs, mensen die van tevoren de teksten gaan lezen en even overleggen en wat bronnen verifiëren en dat soort dingen. Kijk, als je iedere dag de krant leest, hè, stelt dat je dat nog doet. Of dat je iedere dag het journaal kijkt, stelt dat je dat nog doet. Of zo'n actualiteitenrubriek.
Maar die programma's die je daar ziet en die artikelen die je leest, ja, er staan er een paar in en die zijn inderdaad gisteren gebeurd. Dan staat er zo, gisteravond is een onbekende man gezien in het park nadat hij een onbekend misdrijf heeft gepleegd. De politie kan in het kader van het onderzoek verder geen mededelingen doen. Kijk, dat is dan hot nieuws. Maar de rest wat jij in de krant leest, dat zijn artikelen, daar zijn dagen overheen gegaan. Meerdere mensen hebben daarnaar gekeken. En dat moet je hebben als Nederlands alternatief nieuws. En het moet een democratische nieuwszender zijn. En dan wordt alles gewoon geredigeerd. Alles wordt nog een keer bekeken. En dan gaan we publiceren. Kijk, deze website bijvoorbeeld. Ik vind het hartstikke goed wat hij gedaan heeft. Ik doe hem dit niet na. Maar dit is sequentieel. Dit is gewoon... Ja, hier blijf je maar over doorlullen. En het nadeel van dit, en dat vind ik ook van deze, want het is niet alleen de Nederlandse alternatieve media waar ik mij groen en geel aan erger. Inmiddels een beetje af en toe. Ik kan niet negatief zijn, maar ik vind het gewoon niet leuk. Maar deze site bijvoorbeeld. Ja. Het gaat maar door. Dit is Red Eyes Creations. En iedere keer als je er komt, dan staan er weer van die nieuwe artikelen op. Terwijl een website, dat zou juist een enorme goede bron kunnen zijn, dat je van een archief. Dus als je wil weten wat in de Volkskrant stond op 13 augustus 1983, omdat je het vermoeden hebt dat er toen wel eens wat in de Volkskrant gestaan kon hebben, wat jij wil weten, ja, ga er maar achter komen. Maar probeer het maar eens bij de Gelderlander.nl. Want mij lukt het niet hoor. En die dingen staan misschien op microfiche of zo. Maar wat we kunnen doen is we kunnen een website maken. Waarbij alles wat geverifieerd is en gepubliceerd is. Tezamen met al het basismateriaal. Dat wordt gearchiveerd. En dan worden maar 20 gigabyte aan data of 200 gigabyte aan data. We maken dat. En dan wel allemaal samenwerken. En dan krijgt Martin Vrijland, die krijgt zijn eigen afdeling. En Micha Kat krijgt zijn eigen afdeling. Maar er moet wel een toezichthouder boven komen. Er moet wel iemand zijn die tegen Micha zegt. Als Micha weer eens helemaal uit zijn dak gaat. Omdat Vladimir Poetin eraan komt of zo. Dat er dan tegen hem gezegd wordt van dit artikel moet je misschien later nog een keer uitwerken. En dat je alleen maar vertelt waar het werkelijk over gaat. En wat is er nou aan de hand? Er gebeurt wel van alles, maar er gebeurt niet iedere dag wat. Het gaat allemaal heel langzaam. Vooral met die regering van ons. Die hebben vooral geen haast. Hè? Volgens mij is die mooie film van Batman Returns of zo. Nee, The Black Knight is dat. Is. En op het einde van die film dan vlucht Batman weg. En in die film heeft de Joker iedereen voor de gek gehouden. Dus hij heeft tegen iedereen, dat heet compartimentalisatie. Hij heeft tegen iedere medewerker, de Joker is de bad guy, als je dat niet wist. Uit een heel team van andere bad guys, die had hij allemaal voor de gek laten houden. En hij heeft gewoon de eerste bad guy, heeft hij de tweede laten vermoorden. Toen heeft hij de derde bad guy de eerste laten vermoorden. Toen heeft hij de vierde bad guy de derde laten vermoorden. Uiteindelijk was er nog maar één bad guy over en die heeft hij vermoord. En toen was de hele opbrengst van de roofoperatie voor de Joker. Knoop die in je oren. En dat weten deze lui ook. Want zij snappen ook wel dat als Nederland zo dadelijk af is, dan zijn zij van hun baantje af. Dus daar hebben ze het ook over. Ja,
dat Emma 17 onderzoekt, dan moeten we wel denken richting de 11 jaar. Net als met de Lokerby. Of is het Lokerby? En ze willen een extra toezichthouder voor de... Ja, er moet nog een extra toezichthouder komen. En wij maar BTW betalen. Maar die jongens die houden dat allemaal tegen. En deze jongens, ja, wat, ze zeggen er niks over. Dat is wat ik vind. Het moet gecoördineerder. Dat is het enige wat ik kan vinden. Over de MH17 bijvoorbeeld, daar kan je gewoon één dossier van maken. Over Marc Dutroux kan je één dossier maken. Dan ben je ermee klaar. Als iemand wil weten hoe zit het met Marc Dutroux, wie is er stout geweest? Nou, klik. Al het archief erachter, alle linkjes naar YouTube, allemaal geverifieerd. En dan kan iedereen het gewoon onder ogen zien. En dat in combinatie met humor. En dan kom ik terug op Mira. Mira heeft gezegd tegen mij, van, ja, het was net alsof dat ze tegen mij sprak. Ja. Ik was het zo met haar eens dat ze zei, kijk, complotten, hè, dat gaat niet zo goed samen met humor. En daar slaat zij de spijker op de kop. Dat is ook precies wat ik vind. Het is helaas, ik zou dat wel willen op mijn oude dag. Het lijkt me echt geweldig. Maar ik kan er gewoon van dromen. Dat er een heel team is en ik zit ook in het team. En ik ben de oude lul van het team. Maar ik heb het meest verstand van ICT van het team. En ik ben een hele goede pistoolschieter. En dan kijken wat er van komt. Als je met een pistool kan schieten, kan je ook met een paintball schieten. Voor mij part een pellet gun of zo. Weet je zo'n ding? Dat is de kunst van de Art of War van Sun Tzu. Je moet de vijand laten geloven dat je zwak bent als je sterk bent. En als je zwak bent, dan moet je de vijand laten geloven dat je sterk bent. Ik zou dat wel willen meemaken. Een mannetje of 20. Allemaal met een anonieme OV-chipkaart. En een tornetwerk. Wij lopen gewoon een internetcafé binnen. Hoppa! En dan zijn we allemaal weer in beeld. Man, wat lachen, jongen. En dan ga ik gewoon echt... De witte dood of de rode dood. Want ik heb maar drie doden. Als ik ben Germaan ook. Ik ben een christelijke Germaan. Ik ben geen christenhond. Ik ben een christenwolf. Maar Germanen die kennen maar drie doden. Dat is de drie manieren om te gaan. Dat is de witte dood, de rode dood en de stroodood. Nou, en de witte dood, dat is dat je... Ja, je hebt je gewoon doodgevochten. Maar wij hebben gewonnen. Dus jij hebt je gegeven voor onze overwinning. Dan heb je de rode dood. Dat is dat jij gaat dood. Hè, als strijder. Hè? Daar hebben we het over. Dus de eerste strijder hè, die stierf. En wij hebben gewonnen. De tweede strijder die stierf. En wij hebben verloren. Dat heet de rode dood. Maar zo'n strijder, daar heb je eer voor. Voor die familie. Die familie van die strijder. Daar heb je respect voor. Dan heb je nog de stroodood. En daar wordt het moeilijk. Want de stroodood die vindt niet plaats op het strijdveld. Of het slagveld. Of het strijdtoneel moet je zeggen. Of het slagveld. Daar vindt de stroodood niet plaats. Dat kan niet. Daar heb je de witte dood of de rode dood. Van het strijdveld kom je levend terug. Strijdtoneel, slagveld, kom je levend terug of niet? Dan kom je niet levend terug. Nou, twee mogelijkheden, wit of rood. What's it? What's gonna be, boy?
Nou, de strodood, die wordt gedaan door in de strijd. Dan, hè? De strodood van de strijd, die is dus niet aan het front. De strodood van het strijd vindt plaats in het dorp of in de gemeenschap of in die schuur of voor mij wat in een grot. Maakt niet uit. Maar je ligt op stro en je gaat dood. Ja, dat is de wapensmid. Het maakt mij niet uit. Maar ik ga dus niet zonder aan de strijd deel te nemen, dood op stro. Dat verdom ik ten ene male. Helemaal nooit. En daar heb ik een hele goede reden voor. En het gaat om respect. En ik vind het niet respectvol als ik in deze tijden niet mezelf uitspreek over hoe dingen zitten. Dat is een minachting. Dat is de doen alsof er geen strijd is. En je blijft gewoon lekker in het dorp van, nou nee, ik voel me vandaag niet lekker. Ik heb geen zin om naar het front te gaan. En nee, en ik wil ook niet naar de wapensmid, want daar is het zo heet en ik heb al koorts. Als je gewoon een zielepoot bent. Maar ik ben geen zielepoot. Ik ben het nooit geweest. Ik ben niet breed van stuk. Dat is gewoon niet waar. Ik ben een mager kreng. En ik heb een dikke bril. En ik was altijd de lul. Op school dan. Altijd jongens die me zaten te treiteren. En de mooiste meisjes die lachten altijd met die jongens mee. En die jongens die voelden zich übersterk. Nou, daar heb ik toch echt, nou, meer dan de helft heb ik gewoon tegen de grond aangewerkt. Mijn bril afgegeven aan mijn vriendje. Inclusief mijn pukkel. En toen had je altijd een pukkel. Zo'n lege tasje, een beetje boeken erin. Dus gaf mijn tasje en mijn bril. En mijn bril die moest hij dan in zijn borstzakje doen of zijn binnenzak. En mijn vriend, ja, die waakte wel over mijn bril. Mocht niet meedoen aan het gevecht natuurlijk, want dan is het niet eerlijk. Ja, en dan was het gewoon 1-1. Ik heb heel veel gevochten. Totdat ik de Bijbel ging lezen. Maar dat was pas op mijn 12e. En op mijn 13e begreep ik hem of zo. En toen heb ik nooit meer gevochten. En sinds die tijd ben ik nog een keer of 4 of 5 of 6 of zo voor mijn bek geslagen. Echt aangepakt. En ik heb niks meer teruggedaan. Want dat is mijn strijd niet meer. Ik heb geen zin meer om een individu te pakken. Nou, zal ik me even laten zien? Ik kan het echt wel. En ik weet precies waar je nek woont. En ik weet precies waar ik hem moet breken. En ik weet waar je ogen wonen. En ik weet waar je oren wonen. En je tanden die laat ik heel... Want die kunnen we verkopen voor de pianotoetsenindustrie. Dan hebben we nog wat aan jou. Ja, dat kan dus allemaal niet. Ik doe dat niet. Niet meer. Maar er moet wel een strijd gevoerd worden. Dan heb ik ook nog een hele leuke ter afscheid. En het is nu... Ik heb nog een paar minuten nodig. De Bijbel. Daarin wordt gesproken over het volk Gods. De mensen van God. Daarin wordt ook gesproken over de kinderen van God.
Nou, dat oude begrip van het volk van God, dat noemen wij de Joden. En die woonden in het land Israëls. En dat heette toen eerst Kanaan. Er woonden allemaal barbaren. Zo. Ja, die hebben ze allemaal opgeruimd. Dat was niet het leukste verhaal van de Bijbel natuurlijk. Maar een mens moet toch ergens wonen. En je bent het volk van God. Dan mag je toch ook ergens wonen. Je moet niet denken dat die Filistijnen die ze de zee ingedreven hebben, dat dat zulke liefertjes waren. Dat is gewoon helemaal niet waar. En dat zijn de Joden. En nou is er zo'n verhaal dat er iets mis is met de Joden. Iets grondigs mis met de Joden. En ik pak hem er gewoon bij. Hier heeft Mira niets mee te maken. Dit doe ik allemaal op eigen konto. Hè? Nou, deze vent. Ik zou jullie echt willen adviseren om deze, ja, wat is het voor een man? Ik heb hem bestudeerd. Zo ziet hij eruit. Even kijken naar images. Wat is nou de leukste van hem die ik echt denk van dat is hem. Helemaal. Ja zo dus. Met die zwanen op de achtergrond. En dan zal je zeggen van ja, wat zit je nou te zeuren. Maar dat zijn allemaal beelden die hier gevoerd worden. Hè? David Duke is een raciale realist. Of je zou moeten zeggen een racistische realist. David Duke is zich bewust van het verschil tussen de rassen. Ik heb daar een probleem mee. Ik geloof wel, ik zie ook wel het verschil dat de een is de ander niet. En, nou, je wil allemaal een groep vormen en dat zal allemaal wel. En ja, ik denk zelf dat bijvoorbeeld de hoeveelheid pigment, als je heel veel pigment hebt, hè, kan je waarschijnlijk niet zo goed dansen. Dan heb je het niet echt. Dan gaat die dans heel snel richting een soort trance oproepen of zo. Maar aan de andere kant heb ik dus mensen met behoorlijk wat pigment wel degelijk zien dansen. Echt dat je de hi-hat en de synthesizer partij en dat die zangeres erin komt. Het hele nummer wordt verwoord door dat lichaam. Die dat nummer uit. Dat noem ik dansen. Hè? Dat wil je met je lichaam uiten van wat je oortjes oren. En je hart je voelt. Ja, die kunnen keigoed dansen. Het heeft geen enkele zin om onderscheid te maken tussen rassen. Je kan er naar kijken als fenomeen. Van goh, hoe komt het eigenlijk? Maar ga mij niet vertellen dat de zwarten per se in een andere buurt moeten wonen dan de blanken. Want dat slaat nergens op. Dat vind ik niet leuk. Vind ik gewoon geen leuk idee. Ik vind dat je wel mag zeggen, bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland, vooral de traditionele hoek, ja, die hebben gewoon zo'n andere beleving van een supermarktbezoek of zo. Ze willen gewoon heelal en ze hebben gewoon andere dingen. Ja, geef die mensen die ruimte. Dus voor mij mogen de Marokkanen, die mogen gewoon het westen van Gouda. Of het zuidwesten van Gouda, er is zo'n wijk daar. Dat is al 90% Marokkaans. Ja, dan geef ze gewoon dat land. Ik wil toch niet in West-Gouda wonen. Wat heb ik in Gouda te zoeken? Er is land genoeg.
Ik wil best wel naar Marokko gaan bijvoorbeeld, voor mijn oude dag. Waarom niet? Ga ik lekker daar zitten, in een boerderijtje of zo. Een aantal vrouwen die het werk doen. Kijk, racisme is niet goed. Wij moeten elkaar levensruimte geven. Dat moet je doen. En als je een ander gaat beperken, ja, dan gaat die ander uiteindelijk protesteren. Die zegt van hou eens op. Ja, deze man, die werpt een beperking op. Die gaat lopen lullen dat hij, nou, de rassen doen het toe en wij zijn de blanken. En dus wat je daar rechts achter ziet, dat is een zwaan. En het lullige van dit beeld is dat zwanen zijn helemaal niet per se wit. Hij vindt witte zwanen betere zwanen dan zwarte zwanen. Dat is de subversieve boodschap die hierin zit. Dat is een hele lelijke manier. En het allerlelijkste wat hij doet, is dat hij zeikt het Joodse volk af op een manier. Het is ongelooflijk. Ik denk dat hij in totaal nou iets van 200 uur aan lezingen heeft staan, waarin hij volledig onderbouwt, met heel veel geschiedeniskennis, totaal gaat vertellen dat de Joden niet deugen. Nou, dat kan dus echt niet, mensen. En dit is zo'n aanstichter van dat fenomeen dat gezegd wordt dat er dus een sionisme gaande is. En dat is dus door Joden, dat komt van, het is trouwens echt waar, want het begrip zionisme, dat komt van Theodor Herzl. Ik zal hem er even bij pakken. Hier is hij. En dan hebben we het over, 1860 is hij geboren. En hij is doodgegaan in 1904. Ja. He was one of the fathers of modern political Zionism. En hij is de oprichter van de World Zionist Organization en promoted Jewish migration to Palestine in an effort to form a Jewish state to be named Israel. Dat is waar. Wat hier niet staat, is dat hij dat hele plan netjes heeft doorgenomen met de onfeilbare mens. Er is één mens hier op aarde, altijd maar één, hè? Dat is een afspraak. Er is altijd op deze aarde één mens. En als die man besluit dat op een ochtend wordt die mens wakker en die zegt, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar voortaan noemen we sneeuw zwart. Dan is dat zo. Dat vind je misschien een beetje gek. Misschien dat je erom moet lachen. Van nou, Perry, dat kan je toch niet zeggen. Nou, het punt is, het is gezegd. Dit is opgenomen in zo'n pauselijke, ga het maar nazoeken. Dat hebben ze echt gedaan. En wat de paus doet, is dat hij iedere keer, dat hij, de paus is de antichrist, dat is de duivel. De vertegenwoordiger, de stellvertreter, de vertegenwoordiger van Satan. Ja, want de paus is namelijk de baas van deze wereld. En Satan is de geestelijke baas van deze wereld. En hij is de stelvertreter en de baas van deze wereld. Dus is hij de stelvertreter, de vertegenwoordiger van Satan. Niet van onze vader. Dat is een belangrijk verschil. En wat hij doet, het is psychopathisch gebeuren. Maar aan de ene kant zit de paus dus mensen van Joodse afkomst de hemel in te prijzen. Zoals de familie Rothschild. En aan de andere kant stopt de paus dus mensen van Joodse afkomst in
vakantielocaties zoals Auschwitz en Auschwitz-Birkenau. Wie weet ze allemaal nog? Ja, ik weet er een paar. Mauthausen, Bergen-Belsen, Theresienstadt, Treblinka, Westerbork. Wat dacht je van die kampen van die oesters? Ja. Hoeveel Joden zijn er omgekomen in Kroatië? Het waren er toch 200.000 of niet? Dat was de paus. En het Zionisme, dat is begonnen in, dat weet je dus nu, want hij is de vader van het Zionisme. Maar kijk nu eens naar zijn leeftijd. Wanneer is hij geboren ook alweer? Kijk, toen was hij dood, maar toen was hij geboren. Dus het Zionisme kan er niet eerder geweest zijn dan voor 1860. Nou, je moet vanuitgaan dat hij 20 jaar nodig had om te leren schrijven, dus 1880. Toen was het Zionisme daar. Oké. En hoe lang zitten we al met die shitzooi? Ik dacht vanaf 325 en daarvoor al. En het Zionisme, dat gezien wordt als de nieuwe wereldorde en het grote kwaad, want dat zijn de Joden, want die eten hun eigen kinderen op. Of aten ze onze kinderen nou weer op? Daar gaat het helemaal niet om. Er zijn mensen onder ons en die doen echt de meest gekke dingen met kinderen. En ze geven de Joden iedere keer de schuld. En dan gaan ze bijvoorbeeld zo'n Joodse familie, de familie Rothschild, die wordt helemaal omhoog geduwd. En dan maken ze die Janet, hoe heet ze ook alweer, even kijken. Hoe heet ze ook alweer? Janet dingen. Oh nee, doe ik gewoon zo, ja. Oh, sorry, ik kwam tegen de microfoon aan. Hier was ze. Hier, gewoon ja. Zij is Joods. Iedereen boos op haar. Dit is een flauw spel wat ze spelen. And you believe me dat kijk, die Joodse mensen die te grazen worden genomen, dat zijn niet deze Joodse mensen. De bepaalde worden gewoon uitgepikt. Van, oh, maar jij krijgt een mooi salaris. Ja, en de rest die kan lekker verrekken. Iemand die mij gaat vertellen dat er meer Joden zijn teruggekomen uit Auschwitz dan er naartoe zijn gegaan, die lult toch echt uit zijn linker achterteen, hoor. En je moet goed beseffen dat gebeuren met die concentrationslager in Duitsland, dat was niet de eerste keer. Ze zijn veel vaker gepakt. En wat erachter zit, en dat weet hopelijk, ik denk het wel, maar weet Mira ook wel. Dat Bob Marley en de hele scene die erbij hoort van de reggae music, wat ik noem eerlijk delen muziek. En het is, je hebt in Nederland zo'n fenomeen Jostie Band. En dat is een muziekje dat kan iedereen meespelen. Nou, reggae, dat kan ook iedereen. Het enige wat je hoeft te doen is je moet op tijd zijn. Niet voor de repetitie alleen, maar ook in je slag. Dus reggae gitaarspelen moet je wel even leren. Babylon, feel this one. Oh yeah. Babylon, feel this one. That's what I say, yeah. Bob Marley heeft gelijk. Het is gewoon Babylon waar je naar zit te kijken. En Babylon die speelt met je voeten. En Babylon houdt je voor de gek. Babylon doet je geloven dat het homohuwelijk goed is.
dat het een uitbreiding is van ons mens zijn. Voordat ik ga afsluiten, die moet er echt even uit. Ik was op bezoek bij een alleenstaande moeder met 3 kinderen van elk een andere vader. Dus het was een soort multiculti gezin. En die 3 vaders die hadden geen zin om met z'n 3 in 1 huis te wonen, dus die waren allemaal pleiten. Dus mama zat daar alleen met haar 3 kinderen. Nou, die oudste, die had ze zeg maar, zoals in het nummer van Johnny Cash, A Boy Named Sue. Ze had hem Sue genoemd eigenlijk. Ik zeg zijn echte naam niet, maar qua idee. Dat ik echt dacht van, je hebt je kind hoe genoemd? Maar dat had ze dus gedaan. En dat was een hele grote, mooie jongen. Met een hele mooie, volle baard. En een mooi donker haar. En keek helder uit zijn ogen. En toen was ik daar op een avond. Ik ben er al heel lang niet meer geweest hoor. Was misschien wel de laatste avond. Dat was de laatste avond dat ik er was. En ik vond het wel gezellig. En ik had tequila meegenomen. En zij had nog wel citroenen en zout heb je altijd in huis. Dus dat zou een leuke avond worden. En hij ging meedrinken. En hij was toen 18 of zo. Dus in principe ging ik ervan uit, je kan wel wat hebben. Ja, en zoveel tequila had ik nu ook weer niet meegenomen. Dus het kon niet uit de hand lopen. Dus hij mocht voor mij ook een tequila. En nog een tequila en een biertje erbij om het weg te spoelen. En een beetje limoentje erbij voor de vitamines. Dat je 's morgens wakker wordt en je denkt van, maar die limoen die zat er goed in. Ja, of citroen. Het is leuk om af te wisselen. De ene keer tequila met limoen en de andere keer tequila met citroen. Het is toch een hele andere smaakbeleving. Nou, toen werd hij emotioneel, die jongen. En er stonden hem bijna de tranen in de ogen. En dat hij zei van, mam, ik ben uit de kast gekomen. Ik ben een homo. En die moeder zat tegen hem, jongen, dit is nou al de 3e keer dat je erover zit te huilen. En het is geen grap, hè. Het was gewoon echt zo. En die jongen zo, oké, ik heb het al verteld. Kijk, het idee om je leven lang met een vrouw te moeten gaan slijten is angstaanjagend, natuurlijk. Ja, het is maar een grap. Maar kijk, dat is wat ze doen. Dat is wat Babylon ons oplegt. Gezinnen die kapot gaan, vaders die pleiten zijn en de oudste zoon die gaat voor de 3e keer tegen zijn moeder vertellen dat hij uit de kast gekomen is en dat hij toch echt seks heeft gehad met een jongen. Wat heb je eraan? Is dat een doel in je leven als je 18 bent? Dat is wat Babylon met ons doet. Zo gaan we allemaal echt gewoon kapot. En als wij in de alternatieve media, die er volgens mij helemaal, behalve dan de paar wat mensen van ik denk, van je probeert het in ieder geval. Maar Mira zijn we dus mooi kwijt. Nou, leuk is dat. Het is echt een goed bericht, jongen. Beter geen bericht dan goed bericht. Dus ik vind het gewoon jammer. En ik vind wat Mira gedaan heeft, foutloos, daar gaat het niet om. En ik heb zelfs niet eens concrete kritiekpunten. Ik heb gewoon dingen gehoord waarvan ik denk van, wow. Maar dat lag niet alleen aan haar als interviewer, ben jij gek. Maar ze deed het. En ik hoop dat ze dat nog een keer, ik denk zelf dat ze het nog een keer gaat doen hoor. Ik ben nooit zo'n wanhoopsprofeet of zo. Maar ik vind het wel jammer. Voor niet zozeer dat ze het niet publiceert. Want ik kijk wel naar andere dingen. Maar wat ik jammer vind is dat ze gewoon doodmoe is. Van het gezeik. En dat verwijt ik toch echt een hele hoop andere mensen hoor.
Dat is niet haar schuld. Dat ga je mij niet wijsmaken. Kijk, dat Mira niet alles weet en niet overal lalalala. Ja, jij wel dan? Het is jammer. Het is jammer dat het gebeurd is. En voor Mira zelf wil ik gewoon dat ze... Ja, ik weet niet wat je moet gaan doen. Ik zit in Arnhem. Ik kan niks voor je doen. Ja. Ik kan wat liefs tegen je zeggen. Dat wel. En heel veel liefs voor jou en... Voor jou en het al. Hè? Voor jou en, de, en je zijne. Misschien heb je wel... meer kinderen dan je denkt. Heb je ergens eigenlijk achter nog een ander kind waar je ook voor zorgt, weet ik veel. Eentje van 38. Dat weet ik veel. Maar ja, dat zijn allemaal jouw zijnen. En voor jouw hele club wil ik gewoon dat het gewoon goed gaat. En gewoon lekker lachen, jongen. Ja, kom op. Ja. Kijk, Joris Demmink gaat waarschijnlijk niet achter de gevaar, achter de tralies. Dat zit er waarschijnlijk niet in. Dus gewoon... Maar het is wel leuk om erover te blijven zeuren. Wanneer gaat hij nou eens achter de tralies? En die arme Barbassin. Barbassin moet je trouwens zeggen. Iedereen hier in Nederland zegt Barbassin. Maar dit is Barbassin. Net als met... iedereen zegt hier in Nederland... Kalashnikov. Dan denken ze dat ze Russisch spreken. Maar dat is helemaal niet waar. Ja, het is Kalashnikov. Het is Kalashnikov en Barbassin. Maar in alle vrede en liefde. En voor Mira, ontzettend bedankt dat je goed uitgelegd hebt waarom je de radiostilte permanent gaat maken. Voor onbepaalde tijd. En ik zie uit naar het moment dat ik jou mooie... Want je hebt een prachtige radiostem. Laten we eerlijk zijn. Dus ik hoop toch dat ik het nog een keer mag horen. Om het even zo grappig mogelijk af te sluiten. En je snapt de grap vast wel. Hè? Maar dan zeg ik... Volgend jaar in Jeruzalem. Tjus. Dag lieverd. Dag Mira.